welkom vir julle as tieners by vandag se eredienst. En ek het vandag my pak klere aangetrek om sommer net vir jou te sê dat ek eerbied en respect het vir jou en dat ek eerbied en respect het vir God en dat het sommer 'n wyse en 'n manier is waarop ek dit ook op hierdie dag kan uitdruk wanneer ek vanuit die woord van die Here vandag vir julle gaan lees. En 'n baie belangrike aspek van vandag se diens is dat ek gaan vir jou die story lees in die Bybel. Ons moet die Bybels weer oopmaak. Ons moet hierdie Bybelverhale weer lees. Ek gaan vandag met jou praat oor 'n saak wat so aktueel is en waarmee jy as 'n tiener elke dag van jou lewe te doen kry. En dit is keuses op keuses. Besluite op besluite. En jy is in 'n fase in jou lewe heidiglik waar jou lewe eintlik grootliks bestaan uit die besluite wat jy elke dag neem. Jy is in 'n fase in jou lewe waar mense van jou verwag om nou sekere onafhanklike besluite te neem. Dis deel van jou grootwordproses, dis deel van jou volwasse wording om nou op hierdie stadium sinvolle en betekenisvolle besluite in jou lewe te kan neem. Papa en mama het tot op 'n sekere ouderdom vir jou namens jou se jou besluite geneem, maar nou in hierdie tienerfase van jou lewe is daar baie keer beland jy jou en bevind jy jou in situasies en omstandighede waar jy nou jou eie besluite moet neem. En ek gaan vir jou die story lees van Daniël en sy drie vriende in Daniël 1 vanaf vers 8. En luister sommer net aan die story, die teks wat vir jou hier op die skerm verskyn. Daniël het egter besluit dat hy nie homself met die koning se kos en drank gaan verontreinig nie. Hy het die hoofambtenaar versoek om nie daarvan te eet nie. God het gemaak dat die hoofambtenaar van Daniël hou en hom goedgesind is. Hy het egter vir Daniël gesê, "Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat julle hierdie kos en drank moet gebruik. As hy sien dat julle nie so goed lyk soos die ander van julle ouderdom nie, gaan julle my kop laat rol by die koning." Verseker kon dit gebeur het in daai jare. Daniël het toe vir die persoon onder wie se sorg die hoofambtenaar Daniël, Hanania, Misael en Azaria geplaas het, gesê, "Toets tog u dienaars vir 10 dae lank. Geef vir ons net groente om te eet en water om te drink. Kyk dan na 10 dae hoe ons voorkoms vergelyk met die jong manne wat wel die koning se kos eet. U kan dan besluit om met u dienaars te maak soos u goed dink." Hy het met Daniël ooreengekom en hulle 10 dae lank op die proef gestel. Aan die einde van die 10 dae het Daniël hulle beter en gesonder gelyk as die jong manne wat die koning se kos geëet het. Daarom het die amptenaar hulle vrygestel van die koning se kos en drank. Hy het vir hulle groente gegee om te eet. God het vir hierdie 4 jong manne kennis gegee, insig in dinge wat neergeskryf is en ook wysheid. Vir Daniël het hy die vermoë gegee om gesigte en drome te kan verstaan. Toe die tyd om was wat die koning bepaal het, het die hoof van die amptenare al die jong manne voor Nebukadneser, hy was die koning, gebring. Die koning het 'n onderhoud met elkeen van hulle gevoer. Hy het niemand onder hulle gekry met die gelyke van Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. Hulle is toe in die diens van die koning aangestel. Hy het gevind dat hulle in sake wat wysheid en insig vereis 10 keer beter was as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het daar gebly tot die eerste jaar waarin koning Kores geregeer het. Dis 'n hele klompie jare. Nou ons het gehoor, dit is 'n tydperk van keuses en besluite. En so was dit ook met Daniël en sy drie vriende. En voordat jy enigsins verder dink oor Daniël en sy drie vriende, wil ek sommer net sê, hulle was so oud soos wat julle nou is. Hulle was so oud. Hulle was nie al in hulle 20's nie. Hulle was waarskynlik in die omgewing van 16, 17 jaar oud toe hulle weggevoer is uit ballingskap uit. Uit die land Israel uit na Babylon toe. En in hierdie situasie en omstandighede is hierdie eintlik vir ons 'n klein voorbeeldjie van hoe dat Daniël en sy drie vriende keuses en besluite moes maak. Dit wat die Babiloniese koning wou doen, was om hulle eintlik Babiloniërs te maak. Hulle moes die kultuur aanleer, hulle moes die geskiedenis aanleer, hulle moes die taal aanleer, hulle moes die gebruike aanleer, hulle moes die godsdienst aanleer, hulle moes van die koning se tafel af eet, hulle moes van die koning se tafel af drink. Hy wou hulle eintlik verander,
zodat hulle nie meer die Joodse tradities en gebruiken moest aanhangen, maar dat hulle eindelijk soos sy eie mense kon word, sy eie voorspellers en sy eie tovenaars, als ik het zo kan stellen. So hy wil hulle eindelijk totaal verander. En dat was een 3 jaar periode waar het moest gebeuren. En dit wat ons nou hier krijgt, in hierdie klein storiekie, is eindelijk voor ons een prentjie van om te zeggen dat Daniel en zijn 3 vrienden keuzes en besluiten gemaakt het om niet af te wijken van dit wat in die manier waarop hulle groot geworden het nie, en hulle verhouding met God niet skade te laat berokken nie. En dit krijg mens in talle verhalen in die boek Daniel. Ons krijg wel zijn 3 vrienden niet bereid was om voor die beeld van Nebukadneser te buig nie, en hoe dat hulle in die brandende oond gegooi is, en hoe dat God hulle daar beskerm het nie. Dis keuzes en besluiten wat hulle gemaakt het om niet te buig en niet hierdie beeld te aanbid nie. Daniel het keuzes en besluiten gemaakt om 3 keer 'n dag naar zijn venster te stap en tot die God van die Bijbel te bid, 3 keer 'n dag. Hij was niet bereid om die koning te aanbid nie, en hij is in die leeuwkuil gegooi en daar het God om beskerm en bewaar. Die boek Daniel is vol van hierdie verhalen waar hy en sy 3 vrienden hierdie keuzes en besluiten moest maken om op die pad te blijven wat hulle geleer is. En dit is om in een verhouding met God te blijven staan en niet te swig voor die invloeden van die Babyloniërs. Onthou, hulle was julle ouderdom. Wat is een goede besluit? Een goede besluit voor Daniel en zijn 3 vrienden, een goede besluit voor die Bijbel, is om een besluit te maken in lijn met die wil van God, zoals wat ons het in die Bijbel krijgt. Dit is een goede besluit. Voor die wereld, die buiten ons, is een goede besluit, een besluit wat jou laat bewegen in die richting waarin je graag wil gaan. Dit is in die oog van die wereld een goede besluit. Ik wil even die fijn onderscheid hoor. Voor die Bijbel is een goede besluit dat ik en jij besluit zal nemen voor ons leven en onze omstandigheden binnen die wil van die Here, soos wat ons het in die Bijbel krijgt. Voor die wereld is een goede besluit een besluit wat jou in die richting laat beweeg waarin je graag wil gaan, waarin jij graag wil gaan. Niet God niet, jij. Een slechte besluit voor die Bijbel is om een keuze te maken buiten die wil van die Here. Met andere woorden, die Here sê, ik wil niet dat jij moet leens vertellen en dan jok jij. Dit is een verkeerde besluit. Dit is een zwak besluit in je leven. Voor die wereld is een verkeerde besluit, is een besluit wat jou laat afwijken van die richting waarin jij graag wil bewegen. Nou, normaalweg, als ik en jij groot geworden het in ons oude reizen en ons het groot geworden met die Bijbel, en ons het groot geworden met die richtlijnen van die Bijbel, en jullie sal weet dat ik in hierdie tijd baie met jullie praat oor die Bijbel, en ik wil vandaag weer een keer vir jou sê, dat is niet een andere manier wat Daniel en zijn 3 vrienden van ons richtlijnen kan gee, oor hoe om goede besluiten te nemen als ons niet ons Bijbels lees. Als ons niet weet wat het is wat God van ons verwacht nie. Als ons niet weet hoe God voor ons sê, hoe dat ons moet leven in bepaalde omstandigheden en situaties nie. En jullie is nou tieners, jullie is jong mensen zoals Daniel en zijn 3 vrienden. En dat is een geweldige aanslag op jullie levens. Dat is een geweldige invloed op jullie levens. Om te leven zoals die wereld, om te doen zoals die wereld, om op te treden zoals die wereld, om aan te trekken zoals die wereld, om jullie seksuele leven te bedrijven zoals die wereld, om je sociale media te bedrijven zoals die wereld. Maar wat is dit wat God van mij en jou vraagt? En dis hier waar ik vandaag een paar oomblikke met jou wil stilstaan om te zeggen: kom, ik geef jou een paar richtlijnen uit die historie van Daniel, wat jou kan helpen met die besluiten en die keuzes wat jij moet maken als een tiener, elke dag van jouw leven, in die wereld waarin jij beweegt. Die eerste belangrijke ding wat Daniel hulle gedoen het, en dit is, hulle die situatie waarin hulle was, bedink. Hulle het bedink. Vanuit die manier hoe hulle groot geword het, en vanuit dit wat hulle van hulle ouders af ontvang het om God te dien, en om alleen, het hulle die situatie bedink. En hulle het onder mekaar gepraat en gesê, ons gaan nie meedoen aan dit wat die koning van ons verwacht en vra nie, al het dit ook een prijs wat ek moet betaal. So die belangrike eerste ding wat ek en jy moet doen, is om een situatie te bedink, en vir onszelf te sê, ek gaan nie dit doen, wat die wereld van mij vraagt, nie, ek gaan dit doen wat God van mij vraagt, al het dit ook van mij bepaalde gevolgen, wat het kan inhou. Tweede belangrijke ding, hulle het dit met mekaar bespreek.
jij moet met een mede Christen, met een mede maat van jou wat ook die Here dien, moet jij een situatie bespreken waarin jij een keuze moet maken. Ons moet vanavond naar hierdie partijtje toe gaan, ons moet naar die situatie toe gaan, maar weet je wat, kom ek en jy praat daaroor, wat is die opties en wat is die moontlikhede dat ons in so'n situatie een verkeerde besluit dalk kan neem, of dat daar van ons verwag gaan word om een verkeerde besluit te neem. Baie dikwels wil ons besluit te neem op ons eie, en dan maak ons partymal een fout. Ek glo met my hele hart dat die Bijbel sê Daniel en sy drie vrienden, en wanneer hy sê Daniel en sy drie vrienden, dan bedoel hy Daniel en sy drie vrienden het gaan sit en het hierdie saak met mekaar bespreek en hulle het met mekaar ooreengekom dat dit is wat ons gaan besluit en ons vier gaan daarby hou. Daarom in jou groot woord besluiten wat jy moet neem. Bespreek dit nie met een tiener van die wereld wat wereldse beginsels aanhang nie, maar bespreek een situatie met een mede Christen vriend of vriendin van jou. En dan op grond van Godse woord neem julle een besluit. Die derde ding is, maak doodseker wat het is wat God van jou verwag in hierdie omstandighede. Maak doodseker wat het is wat God van jou verwag in hierdie omstandighede. Daniel en sy drie vrienden het geweet dat God van hulle verwag om rein te bly, getrou aan hom te bly, nie oor te gee in die kultuur en die tradities en die godsdienst van die Babyloniërs nie, maar aan hulle God vast te hou en aan die God van die Oud Testament vast te hou. Hulle het daar geen twijfel in hulle harte gehad. Daarom moet ek en jy, in die besluit en die keuzes wat ek en jy maak, as een Christen tiener, moet ons 100% duidelijkheid kry oor wat het is wat God van my vra in hierdie situasie, ongeacht die prijs wat het van ons gaan vra. Ongeacht. Ek denk Daniel en sy drie vrienden, om net groente te eet en water te drinken, was allermins diezelfde smaak als die koninklijke kos wat die andere ouens geëet het. Maar hulle was bereid om die prijs te betalen. Hulle was bereid om die gevolgen daarvan te dra. Hulle was bereid om God te vertrouwen dat hulle nie een oomblik zwakker gaan afwees als die andere ouens met dit wat hulle geëet het. Dit was hulle keuze, dit was hulle besluit. En hulle het God vertrouwen met hulle hele hart. So in ons besluiten, wat in lijn is met Godse woord, moet ons God vertrouwen voor die uitkomst daarvan. Ook voor jou en jouw leven. Dan die vierde belangrijke ding. Als jij besluit het, dat jij binnen die wil van God jouw keuze gaan maken, dan moet je die waagmoed hebben om het te doen. Nou moest Daniel en zijn drie vrienden die waagmoed hebben om net groente te eten en net water te drinken. Niet alleen voor 10 dagen, maar voor 3 jaar. Voor 3 jaar van hun leven. Hulle moes die waagmoed gehad het om dit te doen en om het eind uit te doen. En daarom is dit een belangrike ding in die besluit en keuzes. As ek en jy gekies het vir die Here se pad, dan leef dit. As jy gekies het, doen dit. En dis wat Daniel en sy drie vrienden gedoen het. Hulle het gekies om God te vertrou, gekies om anders op te tree. Hulle het die keuze gemaakt om anders te wees as wat die omgeving van hulle verwag het. En weet jy wat? Hulle het gedoen. Hulle het gedoen. Hulle het praktisch gekies en praktisch uitgeleef en praktisch uitgevoer. Daarom is het ook belangrijk in ons besluiten als Christen tieners, dat ons het praktisch zal uitvoeren en dat ons die gevolgen daarvan ook zal dragen waar nodig. En dan die laatste ding. Toen Daniel en zijn drie vrienden dit gekies het, toet hulle het een vredenheid, een rustigheid, een vrede in hulle harte ervaar oor die keuze en die besluit wat hulle gemaakt het. En kan ek vandag vir jou vra as een Christen tiener, as ek en jy keuze maak binnen die wil van die Here, sal jy groot rustigheid, kalmte, vrede ervaar in jou hart. Hier binnen, waar niemand kan kijken, waar niemand kan sien nie, in jou gemoed sal jy ervaar dat die vrede van God oor jou besit neem. Paulus skryf so mooi in Filippense, hy sê die vrede van God sal oor jou hart die wag hou. En so was het met Daniel en sy drie vrienden. Ek wil vandag vir jou sê sterkte, jy is in een tijd en een periode van jou leven waarop keuze met keuze opgevolgd word en waar jy recht moet besluit en die rechte keuzes moet uitvoer, anders kan het jou op baie vreemde paaie lei wat veel baie slechte gevolgen kan inhou. Sterkte met jou besluiten, sterkte met jou keuzes, onthou wat Daniel gedoen het en sy drie vrienden en gaan doen jy diezelfde en jy sal ook die vrede, die kalmte en die rustigheid van die Here ervaar wanneer ek en jy een keuze maak in lijn met Godse wil
voor ons levens. Genade voor jou, vrede voor jou. Mag je werkelijk waar God zit in woordigheid in iedere week ervaar. En wees jij als een Christen tiener, zout en licht, daar waar jij beweegt elke dag. Ik bid jou Godse bescherming toe in Jezus' naam. Amen. Geseënde week voor jou.